En dan moet ik nu gewoon naar jou toe lopen? Kom vechten dan. Kom vechten met Heatran. Ja, Battle van Legendary Pokémon. Yo, Nintendo fans. We hebben nog maar 2 Arceus Plates nodig. En vandaag gaan we naar de Moonview Arena. Lastig woord. Of ik heb gewoon last van spraakgebrek. Dat kan ook. Anyway, dat is hier op de map. We zijn lekker Legendary Pokémonnetjes aan het verzamelen. Oh, en ik ben nu rank 6. Dus ik kan nu Ultra Balls maken. En Pokémon boven level 70, die luisteren ook echt naar mij. Oké, waar moeten we naartoe? Oh, letterlijk hier, joh. Nou, dan ga ik even naar het Summit Campie warpen. Hier moeten we zijn. Oh nee, het is Melly. Oh, oh, wat heb jij nou weer te vertellen? Melly vraagt, ken je de Pokémon Cresselia? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, Melly. Melly zegt, ik had ook niks anders verwacht van iemand die mij kon verslaan. Ook al had je daar heel veel geluk mee. Cresselia is de embodiment van de maan. Van de oude maan. Haar veren noemen we Lunar Feathers. En als je zo'n veer vasthoudt terwijl je in slaap valt, dan krijg je de meest mooie dromen. Melly zegt, ah nee, we noemen haar de nachtmerrie. Ja, die stomme Cresselia. Ze is afgedaald naar Moonview Arena. En dat zorgt ervoor dat mijn lord zichzelf verstopt. Ik maak me zorgen om Electro dat ik niet eens meer kan slapen. Laat staan dromen. En Kalaba vraagt gewoon rustig. Denk jij dat je Cresselia kan vangen en misschien eentje van die Lunar Feathers kan verzamelen, van die veertjes? Melly noemt Cresselia een vliegende croissant. Doe met ham en kaas dan alsjeblieft. Dat zijn de lekkerste croissantjes. En wil we dat willen doen voor haar zielige Electrode? Nou, dat komt goed, joh. Dat ga ik doen voor jullie. Gaan we fixen. Doe even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En zet het belletje aan als je die video's ook niet wil missen. Want hier is Cresselia. Oh, we beginnen gelijk? Oh, we beginnen gelijk. Oh nee, ik moet tegengesteld sturen. Ik ben helemaal in de war. En dan? Moet ik nu gewoon naar jou toe lopen? Wat gaan we doen dan? Hallo? Wil ik een Pokémon op je afgooien? Hier, heb je een Heatran? Ja, hier, alsjeblieft. Wacht even. Nu moeten we vechten. Kom vechten dan. Kom vechten met Heatran. Ja, Battle van Legendary Pokémon. Cresselia begint met Psychic. Ik begin met Crunch, want dat is super effectief. Hoppakee, lekker eten die Cresselia. Nog een keer Psychic. En dan ga ik weer crunchen. Hoppie. Oeh, ik schrok. Ik had Cresselia bijna gesloopt. Oh, wacht even. Cresselia gaat healen. Oké. Dan doe ik nu een Iron Head, want ik ben heel erg bang dat ik Cresselia doodmaak als ik nu ga crunchen. En dan gaan we nu Ultra Balls gooien, want die kan ik dus eindelijk maken. Ik heb er 26 gemaakt. Nou, dat moet wel genoeg zijn, denk ik, voor Cresselia. Toch wel. Oh, we hebben hem gewoon in één keer. Hoppakee. Cresselia is al in de pocket. Nou, dat heb ik gewoon even gefixt voor je, Melly. Hier hebben we de Dreadblade. Dus we moeten nu nog één plaatje vinden. Hallo. Ja, het is al klaar. Kalaba zegt, dit had ik niet verwacht. In plaats van zo'n veer heb je een plaat ontvangen. Er komt kracht van deze plaat vanaf. Anyway, als Cresselia geen veer geeft, dan hebben we die veer er waarschijnlijk ook niet nodig. Melly die zegt, nou, goed gedaan, Grunt. Maar ja, als je al genoeg gelukt hebt om Melly te verslaan, dan moet dit ook geen probleem voor je zijn. We zijn een half competent persoon voor Melly. En Melly wil blijkbaar nog met ons sparren. Kalaba gaat er vandoor. Die gaat naar het settlement. En die gaat even praten over de veren. In de vorige video heb ik Palkia vervormd naar Paardkia. Daar heb je de Lustrious Orb voor nodig. En die heb ik gekregen van Irida. En eigenlijk wil ik nu dus ook de vorm van Dialga gaan aanpassen. Ik denk dat dat ook een paard gaat worden. Dialpaard noemen we die dan. En daarvoor hebben we Adamant nodig. En daarvoor moeten we naar de Crimson Mirelands. Maar eerst wil ik Cresselia natuurlijk even aan mijn team toevoegen, want we gaan full legendary. En die komt in de plaats van Rhydon. Oké, maar nu moeten we dus even het kamp van Adamant zien te vinden. En ik zie helemaal niks, want het regent hier echt pokkenhard. Ik zie toch helemaal niks op deze manier. Waar is dat kamp? Is het hier? Volgens mij heb ik het gevonden. Dat zou dan... Oh... Huh? Nee, dit is het niet. Hier kom ik vandaan. Ik heb een rondje gevlogen. Oh, wacht. Hier, joh. Hier is de Diamond Settlement. Dat wist ik wel. Oké, Adamant. Jij moet hier ergens zijn. Waar ben jij? Oh, wacht. Volgens mij stond hij gewoon hier aan het water. Ik heb hem daar een keer gezien, namelijk. Ja, op dit moment zie ik helemaal niks, want het is veel te mistig hier. Kijk, hier is hij. What up, my man? Hij wil ons ook wat geven, maar hij zegt... Nee, ik ga dat je niet gratis geven, meneertje. Je moet er een beetje voor werken. De Diamond Clan Treasure... Hier is de deal. Ik wil dat je me laat zien wat er in jouw hoofd zit. In je hart.
in je ziel. In het kort, battle met mij! Is goed, man. Is goed. Let's do this. Ik heb bijna full legendary team aan mijn zijde, joh. Adamman zegt, hier kom ik. Ik weet hoe sterk jij bent. En dit is voor de toekomst van de Diamond Clan. Hij begint met Leafeon. Ja, waarschijnlijk heb jij ook weer gewoon 3 Pokémon. Net als Irida. Jullie zijn een stelletje cheaters. Kijk, Umbreon en Vaporeon. Blijkbaar is Regigigas een beetje traag. Dat kreeg ik net in beeld. Dus even kijken, hoor. Wie gaan we als eerste pakken? We gaan voor Crush Grip op Umbreon. En dat is echt super zwak. Dat moet je alleen gebruiken tegen hele sterke Pokémon, denk ik. Ik denk dat mijn Regigigas gewoon gesloopt gaat worden. Ik denk dat zij geen genade hebben met mijn Regigigas. Hop. Wat? Umbreon overleeft gewoon. Hoe kan dit? Dit is toch ongelofelijk, jongens. Dit is echt een fout in het spel. Hoe kan Umbreon 2 klappen overleven van mijn Regigigas van level 70, terwijl hij level 32 is. Sorry, maar dat slaat nergens op. Het slaat nergens op. Ik heb hem nu pas down. Zo kan ik toch nooit in mijn eentje 3 Pokémon verslaan? Nou, weet je wat? Het is de beurt aan Cresselia. Ik ga voor het eerst in mijn leven keer Pokémon wisselen. Let's go. Hallo, kan jij wat? Ben jij goed? Ik heb jou ook nog nooit gebruikt, namelijk Cresselia. Leaf Blade op je bakkes. Oké. Volgens mij ben jij best wel goed. Ik gooi een Moonblastje op Vaporeon. Ja, maar dat hoort hij toch niet te overleven? Is dit een 300% IV Vaporeon of zo? Maar ik vind het echt super stom. Dit kan helemaal niet. Hoppakee, 2 Moonblasts en Vaporeon is weg. Nou ben ik dus heel benieuwd hoeveel damage we doen op die Leafeon. Want de Leafeon, die is gewoon rustig aan het slopen, hoor. Maakt niet uit. Weet je wat, Leafeon? Dan mag jij tegen paard, Kia. Hier is die. Wow, die is... Kijk hoe groot dat beest is. Jemig. Die is echt niet normaal groot. Jeetje. Ik heb bijna geen goede aanvallen voor hem. Behalve Special Rant. En hij gaat lekker liefleetje doen. Ja, en dan is Palkia gewoon alsnog voor de helft down, hè. Het is ongelofelijk. Maar maakt niet uit. Leafeon gaat ook weg. Dag, Leafeon. Zo, nu is er een keer geen Pokémon bij mij down gegaan. Omdat ik een keertje ga wisselen. Dan krijgen ze allemaal XP. Dat is ook wel eens fijn. Adamman, ik heb je verslagen, jongen. En hij zegt, ja, dit was wel sick. Ik ben een man van mijn woord. Dus hier heb jij de schat. De Adamant Crystal. En die kunnen we dus aan Dialga gaan geven. Blijkbaar was dit de schat van zijn opa. En zijn opa zei altijd dat die schat dus gerelateerd was aan de Almighty Sin. Hij bedoelt Dialga. En aangezien jij Dialga hebt gevangen, voelt het goed om dit aan jou te geven. En hij wil ook nog even vertellen dat hij blij is dat ik uit de lucht ben gevallen. Ik heb hem geleerd hoe hij met Pokémon om moet gaan. En ja, met de wereld. Nou, dat is goed om te horen, man. Dankjewel. Anyway, dan gaan we dat dingetje eens even mooi gebruiken. Hier, de Adamant Crystal. Die gooien we op Dialga. En je ziet het, hij verandert van vorm. En kijk, daar staat die jongen. Wat een unit, man. Dit lijkt nu echt gewoon een zwevende robot of zo. Ja, en daar is dan Palkia. En weet je, mijn vraag van vandaag is, welke vind jij nou toffer? De nieuwe vorm van Dialga of de nieuwe vorm van Palkia? Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik voor Dialga dan zou gaan. Ik vind ze allebei wel een beetje weird, maar Palkia lijkt echt veel te veel op een paard zonder armen of zo. En Dialga, dat lijkt nog alsof het zo hoort of zo. Ik heb niet het gevoel dat daar armen bij moeten of zo. Dit is oké. Dialga is toffer van, naar mijn mening, dan deze Palkia. Maar laat vooral weten wat jij ervan vindt. Anyway, dat was hem weer. En in de volgende video gaan we de allerlaatste plaat halen. En dan kunnen we zien wat er gebeurt als we alle Arceus Blades hebben. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!